Zwangeren hebben te verduren met de Delta-variant van het COVID-19-virus. In 2021 zijn reeds 11 zwangere vrouwen overleden aan deze besmettelijke ziekte. Sunita Nananpandey Gopisingh, voorzitter van de stuurgroep COVID-19-communicatie, zegt dat jaarlijks gemiddeld 12 zwangere vrouwen sterven. In 2020 stierven 2 vrouwen die in verwachting waren als gevolg van COVID-19. 2021. In welke maand zijn we nu? September, de 9e maand. We hebben al 20 moedersterftes, waarvan 11 aan COVID, ten gevolge van COVID. Waarvan 9 in de maanden juli en augustus. Dus ik hoop dat u zich die acceleratie kunt voorstellen. Dat is de situatie nu met de zwangeren. Vandaar dat ik van hieruit ook de oproep weer doe. Jullie hebben de mogelijkheid. Kom je vaccineren, laat je informeren en kom je vaccineren. We zijn er om de informatie te verschaffen. Maar het is ook al bewezen dat het vaccin beschermt. Zowel de moeder als het kind. Zowel tegen ernstige verschijnselen als tegen de dood. Nananpandey Gopisingh wijst erop dat zwangeren extra gewicht met zich meedragen. Als hun longen aangetast worden, kan dat grote gevolgen hebben. Rakesh Gayadarsukul, de directeur van Volksgezondheid, zegt dat het aantal doden bij zwangeren voorkomen kan worden middels vaccinatie. Het alleen maar sneller achteruit en komen ze ook veel sneller op die IC terecht waar we al geen plek hebben. By the way, IC van Slans Hospitaal heeft nu 0 bedden. Alle 8 bedden zijn bezet. De zwangere leidt dus eronder. De zwangere moet beschermd worden. Mag zich laten beschermen. En daarvoor hebben we het Moderna-vaccin, maar ook het Pfizer-vaccin. Zwangerschap is een van de risicofactoren om ernstige verloop van de ziekte te ondervinden. En helaas dat we zoveel zwangeren hebben verloren, want die zouden we kunnen voorkomen door de bescherming via vaccinatie, de kunstmatige bescherming. Want niet alle zwangeren die geïnfecteerd raken met het virus, die komen te overlijden. En de zwangeren die genezen, die zullen dan op een natuurlijke manier bescherming hebben. Maar op een kunstmatige manier beschermen we de mensen middels het vaccineren. Geen van de zwangeren die is overleden aan het COVID-19-virus was gevaccineerd. De stuurgroep COVID-19-communicatie heeft een filmpje geproduceerd waarin zwangeren worden opgeroepen zich te laten...